Goedendag beste kijkers, welkom op het webkanaal van de Dominicanen. Vandaag zijn we in het gezelschap van kardinaal Jozef de Kezel. Meneer de kardinaal, welkom. Dank u wel voor de uitnodiging. Ja, u hebt een merkwaardig boekje geschreven. Ja, ja. Ik heb het zeer graag gelezen. Je bent eigenlijk voortdurend in gesprek met mensen in dat boekje. En het handelt over geloof en godsdienst in een seculiere samenleving. En u zegt, wij leven op een bepaalde manier de crisis van de kerk vandaag op een andere wijze dan vroeger. Ja. Namelijk, de godsdienst en het geloof maakt zich los van de cultuur, waarin, van de context waarin we leven. Het komt bijna op zichzelf te staan. En u ziet dat als een heilzaam proces. U vindt dat positief. Ja, ja, ja. Kan u dat even... Ja, natuurlijk. Ik doe geen pleidooi natuurlijk dat het christendom, het geloof, helemaal loskomt van onze cultuur. Nee. Nee. Dat is een van mijn zaken waar ik echt de nadruk op leg. We kunnen daar misschien later op terugkeren. Ja. Dat het evangelie maatschappelijk relevant blijft. En dat we niet naast de wereld leven, maar in die wereld. Ja. Maar wel is onze positie, onze maatschappelijke positie, is wel fundamenteel veranderd. Dat is een langdurig proces dat al begonnen is sinds de Renaissance. En dan zeker in de opkomst van een moderne, dus een nieuwe cultuur, waarin het christendom niet meer de bepalende factor is van de cultuur. Want men moet goed realiseren, gedurende bijna 16 eeuwen, na de oudheid, is het christendom hier in het Westen een beetje de godsdienst geweest die het geheel van de samenleving en de heel van de cultuur zeer sterk bepaalde. Ja. Dat was ook niet zo eigenaardig. Culturen zijn tot aan de opkomst van onze cultuur altijd religieuze culturen geweest. Godsdienst had daar een heel fundamentele plaats in. Dat was niet alleen hier in het Westen. En dus heel de opbouw van de cultuur, ook de filosofie, de moraal, het recht, ook de politiek, dat was allemaal, je zou het kunnen zeggen, gedomineerd, maar toch sterk bepaald door de religieuze overtuiging. Dat is zoals in islamlanden nu, bepaalde islamlanden nog, het geval is het christendom dat hier geweest in het Westen. Maar dat is fundamenteel veranderd. Dus het christendom is niet weg, maar en in die zin bedoel ik wel, zijn culturele, maatschappelijke positie is wel fundamenteel veranderd. En waar ligt dat? Dat ligt natuurlijk aan de opkomst van de moderne cultuur. En je zou kunnen zeggen, hadden we ons dat niet kunnen tegen verzetten, hè? Dat hebben we wel geprobeerd. Hè? Want men gaat niet zomaar van de ene cultuur naar de andere in enkele decennia. Ja. Dat zijn zeer fundamentele veranderingen. Bijvoorbeeld de overgang van de oudheid naar de christelijke cultuur in de middeleeuwen, dat heeft ook een paar eeuwen een vraag. De overgang van de christelijke cultuur, zoals we dat hier in de middeleeuwen en tot ver, bijna tot aan de eerste helft van de 20e eeuw bij ons hier gekend hebben, men verandert dat. Dat proces is een zeer fundamenteel proces. Wat de oorzaken daarvan zijn, in mijn boek, men kan verwijzen naar de opkomst van heel die nieuwe cultuur, opkomst van de wetenschap, opkomst van de vrijheid van het subject. Dat niet altijd maar beantwoordt aan datgene wat men voorschrijft, maar die op zoek is naar nieuwe wegen. In mijn boek leg ik heel grote nadruk op de godsdienstoorlogen en op de reformatie. Ja. De reformatie is niet de oorzaak. De bedoeling van Luther was niet een nieuwe kerk te stichten. Nee, nee, nee. Luther wou dat niet. Luther wou de kerk hervormen. Ja. Maar het is feitelijk uitgelopen door alle soorten omstandigheden, onbegrip. Ja. Het is allemaal des mensen. En dan is oorlogen gevoerd. En in 1648 heeft men gezegd, kijk, er zullen nog oorlogen komen. Maar laat in zijn godsnaam niet meer elkaar doden omwille van de religieuze overtuiging. En dat is de overgang naar een cultuur dat we zeggen, het is niet meer de samenleving die oplegt wat ik geloof. Of de hele cultuur, maar ikzelf. De mens is vrij. En het is dat, die vrijheid... Van menselijke vrijheid, individuele vrijheid, die een grondwaarde is geworden van de nieuwe cultuur. Ja. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je in die cultuur geen gelovige meer kunt zijn. Maar in elk geval is het zo dat uw geloof
niet het geloof is van iedereen. En u schetst dan terzelfde tijd dat de vrijheid van godsdienst maakt ook dat er door de migratie en door andere factoren, dat er verschillende soorten godsdienst in onze samenleving een plaats krijgen, zichtbaar worden. Ja. En ook dat vindt u een heel positief gegeven. Ja. Dat maakt deel uit van de nieuwe samenleving. Ja, ja. Kijk, ik zei het daarnet, en dat is de reden waarom ik in mijn boek zo de nadruk leg op die datum 1648, het einde van de godsdienstoorlogen. Ik weet niet, maar ik denk dat wij, het is te lang geleden, maar deze oorlogen zijn verschrikkelijk geweest. Ja. Men spreekt trouwens, er zijn historici die spreken, dat was eigenlijk de eerste wereldoorlog. Want het was ook een conflicten in de kolonie, in de landen die men zogenaamd ontdekte. Dus de opkomst van de moderne cultuur is echt verbonden met de weigering van nog te vechten. En de anderen te vermoorden. Dus je kunt niet anders zeggen, dat is een vooruitgang. Dat is positief. En als er nu verscheidenheid mogelijk is, dan moeten we dat ervaren als iets positiefs. Het is een eis van menselijkheid. Ik denk ook dat men niet moet voorstellen alsof er nu, ik weet niet, een honderden mogelijkheden zijn. Men spreekt dikwijls over al die godsdiensten, maar het gaat om enkele. Bijvoorbeeld wat het monotheïsme betreft, zijn er 3 grote richtingen. Er zijn er geen 10. Nee. Dat is, en de Aziatische, de Oosterse godsdiensten, die hier in het Westen wel wat aanwezig zijn, ik denk aan boeddhisme, shintoïsme enzovoort. Maar ook dat is geen ik weet niet welk. Maar dat men in een samenleving waar de vrijheid van de mens een fundamentele waarde is, en dat men dus tolerant is, want tolerantie was, als ik sprak over het begin van de moderne cultuur, de cultuur gevestigd op vrijheid en dus op tolerantie. En tolerantie niet alleen maar in de zin van, ja, ik verdraag nu eenmaal dat die andere er is, ik ben wel verplicht, maar tolerantie ook als positief begrip, eerbied, respect voor de anderen, dat zijn, als ik nu denk, ik spring nu een beetje ver, Paus Franciscus met zijn encycliek Fratelli Tutti, hij zegt dat bij het begin, dat is helemaal geschreven vanuit zijn diep christelijke overtuiging, maar met een enorme openheid op die diversiteit. Dat zegt u ook in uw boek, die omwenteling naar de nieuwe cultuur waarin dat de godsdienst plaats heeft. Wij moeten dat niet alleen ondergaan, dat is niet alleen iets dat ons overvalt, dat overvalt ons natuurlijk, uiteraard, maar we moeten dat ook heel positief durven aannemen en moeten daar de waarde durven van inzien. Inderdaad, dat vind ik heel belangrijk, want je kunt natuurlijk zeggen, je kunt een houding aannemen als kerk van, ja, kijk, het is nu eenmaal zo, we zijn wel verplicht, we hebben niet meer die maatschappelijke positie die we in het verleden hebben gehad, het is jammer, maar ja, we moeten het aanvaarden. Ik denk, dat is ook iets fundamenteels, die verandering van de maatschappij, dus de evolutie naar een andere cultuur, dat heeft natuurlijk het christendom en de kerk een beetje in crisis gebracht. Ja. Maar een crisis, dat is ook om eruit te leren. Wanneer men een crisis een crisis, een beproeving, wanneer men die doorleeft, dan komt men daar anders uit. En het zou jammer zijn dat er een kerk zou zijn die zegt, ja, we zitten eigenlijk te wachten tot we weer de positie kunnen innemen die we gehad hebben. Nee, dat willen we niet. En ik denk dat het echt voor de kerk erg zou zijn. En dat ze niet aan haar toekomst werkt wanneer ze die houding zou aannemen. Want te zeggen, we verdragen het nu tijdelijk, maar eigenlijk is onze hoop dat we weer de positie innemen. Want dat zou concreet betekenen dus dat er geen Joodse geloofsgemeenschap meer is, dat er geen moslims meer zijn bij ons, dat er alleen maar degenen zijn die ons overtuigen. Dat kan men toch in alle waarachtigheid, dat kan men toch niet wensen. Dat zou de kerk, ook in onze cultuur vandaag, totaal ongeloofwaardig maken. Moeten we daar heel actief aan werken dat de godsdienst loskomt van een cultuurgodsdienst? Ja,
Ik wil nog een keer, ik zet wat de puntjes op de i. Ja. Ik doe dus geen pleidooi om het christendom, de kerk, de christenen, los te maken uit de cultuur waarin zij leven. Nee. We hebben er alle belang bij dat we ook als kerk, als geloofsgemeenschap, helemaal participeren aan de cultuur, de moderne cultuur, die de onze is. Het zou jammer zijn, zouden we nu zeggen, goed, het is nu eenmaal zo, maar wij trekken ons terug uit de samenleving. En we bouwen onze eigen samenleving. Dat heeft de kerk in de 19e eeuw nog geprobeerd. Ja, ja. Een societas perfecta naast de societas humana. Eigenlijk is dat de intuïtie geweest van Vaticanum II. Ik vind dat, voor mij is dat, het Vaticanum II heeft een enorm veel gedaan ook voor de vernieuwing van de kerk naar binnen toe. Maar heeft hij, denk ik, enorme stappen vooruitgezet in haar verhouding tot de wereld. Het is niet meer de kerk en de wereld. De kerk naast de wereld, maar de kerk in de wereld. Dus daar ligt mijn vraag niet, dat ze zich zou terugtrekken uit de cultuur, dat ze zich zou terugtrekken uit de samenleving, dat ze maatschappelijk irrelevant zou worden. Maar wel moet ze er actief aan werken om niet meer de positie die ze in het verleden als culturele religie, en ik heb er ook geen oordeel over, zij heeft de rol gespeeld, denk ik, ook in de middeleeuwse cultuur, ja, die door omstandigheden het zo gebracht hebben. Ja. Maar nu moet ze dat, die rol moet ze niet meer spelen. Ja. En ze moet daarop bedacht zijn, daarom doe ik ook een pleidooi wanneer ik spreek over een bescheiden kerk, een eenvoudige kerk, een dienstbaarder kerk. Dat is wat ik bedoel. Ja. Dat ze niet meer de indruk zou geven en ook het niet meer zo zou ervoor ijveren om nog de positie te behouden die ze gehad heeft. Dat is uw eerste conclusie van uw boekje, hè? De kerk wordt meer en meer een bescheiden kerk. Dat betekent een kerk die aanvaardt dat ze niet meer de maatschappelijke positie heeft die ze vroeger had. Exact. En dat ze tegen haar eigen zin wordt opgelegd. Maar dus we moeten dat leren aanvaarden. Ja. Het is een positie die ze zelf wil en die ze van harte zichzelf onderschrijft. Ja. Dus, ziet je, ik versta dat wel, en soms bekruipt bij sommigen nog, ja. die bekoring. Het is een bekoring. Ik denk dat ook een beetje de intuïtie van Paus Franciscus is. Dat niet. Ja. Dat niet. Maar dat betekent niet dat we wel moeten zoeken om aanwezig te zijn in de samenleving. Ja. En niet als een soort reliek uit een verleden of werkelijk maatschappelijk totaal irrelevant. Stel je voor, we zitten met grote uitdagingen. De armoede, waar de paus veel over spreekt, is een feit, hè? Ecologie, migratie. Stel je voor dat we zouden zeggen, ja, dat is een belangrijke problematiek, maar als, vanuit mijn geloof of als kerk hebben we daar helemaal niets mee te maken, want wij zijn bezig met onze religieuze problematiek. Hè? En we hebben onze eigen problemen. Ja. Ja, dat is het einde van het christendom. Ja. Dat is het einde. Dan ben je... Ja, dan heb je geen betekenis meer. Dan heb je geen betekenis, hè? Want men zegt het soms van Paus Franciscus, hij is vooral met sociale kwesties bezig. Ja, is dat wel omdat hij een christen is? Hè? Ja. Dat is niet zomaar om wat bij de tijd te zijn, of omdat hij daarover... Ja, dat heeft wel met God te maken. Hè? Ja, oké. Okay. Ja. Dank u wel voor dit gesprek. Dank u wel, beste kijkers. Tot de volgende keer.